Nou, deze expositie vertelt het verhaal van ouderen, hoe zij hun eigen intimiteit en seksualiteit beleven. Hoe komt het dat er op dit onderwerp nog een soort van taboe ligt? Nou, ik wil eigenlijk benadrukken dat binnen TMZ het woord taboe al niet meer van toepassing is. We zijn al een aantal jaren met een werkgroep intimiteit en seksualiteit bezig om dit thema aandacht te geven. En deze expositie is eigenlijk een vervolg op het symposium wat we vorig jaar hebben georganiseerd. Dat heette Het blijft iets moois. En dat was met name voor de bewustwording van medewerkers dat eigenlijk intimiteit en seksualiteit niet ophoudt op het moment dat mensen ouder worden of opgenomen worden in een verpleeghuis. Maar dat er aandacht voor moet zijn en dat het eigenlijk iets is wat blijft. Bent u al langs de foto's en de verhaaltjes geweest? Ja, ik heb dit gisteren voor het eerst gezien en ik was zeer verrast. En ik sta er helemaal achter. Ik heb met plezier het eerste gedicht gelezen. Ik denk, wat goed dat ze dat in een bejaardenhuis ophangen. Ik denk niet dat het iedereens mening is, maar voor mij zeker wel. Als mensen langs deze foto's lopen of langs de verhalen lezen, zou dat een drempel verlagen dat mensen er toch makkelijker over gaan praten? Dat is wel ons opzet. We willen echt graag, wat ik net al zei in aansluiting op het symposium, nu iets bieden wat ook echt tastbaar een handvat kan zijn voor de medewerkers of voor familiepartners onderling. Uit onderzoek is gebleken dat dat wanneer iets zichtbaar is, dat mensen er makkelijker over kunnen spreken. Dus als je dus voor een foto staat en ja, dan kun je dus makkelijk zeggen, goh, hoe is dat met u? Heb u ook iets dergelijks meegemaakt? Of, hè, dus op die manier probeer je dus een wat opener gesprek te kunnen aangaan. Wat vindt u van foto's? Vind ik ook prima. Ja, goed, duidelijk. Leuk dat het hier hangt. Sta ik helemaal achter. Ik denk dat het komt dat mensen er zo weinig over praten. Nou, ik denk dat het komt omdat mensen zich niet realiseren dat het niet op hoeft te houden op het moment dat ze hier komen wonen bij ons. Hè, wanneer je gescheiden wordt van je partner, waar je misschien 60 jaar naast in bed hebt gelegen, en je wordt opgenomen in een verpleeghuis, dan is dat heel confronterend. En vaak denken mensen dat het dan gewoon niet meer mag bestaan. En het is natuurlijk een hele belangrijke basisbehoefte voor heel veel mensen dat het gewoon mag blijven bestaan. Dat het gewoon erkend is en dat het een onderdeel is van hun mentaal welbevinden. En voor ons voor de kwaliteit van zorg. Ja, zie ik. We zijn ook altijd wel lid geweest. Ja, vroeger was de NVSH. Zeggen jullie misschien niks meer? Of wel? Zie je wel. Maar wij waren al jong toen we dus ons aansloten bij een, hoe noem je dat? Dat er over seksualiteit gewoon gepraat werd. Nadat we deze folder in gebruik hebben genomen, hebben we gedacht van nou, we willen eigenlijk ook iets visueels doen. Vandaar dat we nu de tentoonstelling houden. Deze hebben we gezien in Drachten van de Zuidoostzorg. En die konden we daar huren. En de tentoonstelling bestaat uit 9 delen. En die 9 delen hebben we in 3 gesplitst, zodat we zoveel mogelijk locaties een deel van de expositie kunnen laten zien. Dus op dit moment hangt er een deel van de expositie hier in het Meulenbelt, een deel in de Wemelanden in Frieseveen en een deel in het Dijkhuis in Bonne. Tot hoe lang is deze expositie hier? Zo uit mijn hoofd, ongeveer tot half januari is die dus op verschillende locaties te zien.